Welkom bij deze video. Mijn naam is Berry Steenbruggen en het afgelopen jaar heb ik heel veel longtherapie gegeven. Mensen die corona hadden en weer de longen weer op gang moesten laten komen. Dat het de longen weer goed werkten. Ze hadden kortademigheid en alsof ze niet door konden ademen. Maar ook mensen die in de risicogroep zitten, die hun longen toch krachtiger wilden maken en meer immuniteit wilden, ook in die longen. En vanuit mijn yoga-achtergrond heb ik natuurlijk al heel veel met die longen gedaan. En die achtergrond die heeft er ook voor gezorgd dat ik niet een eenzijdige kijk heb naar die longen. He, want heel veel longtherapie zijn alleen maar oefeningen of ademhalingsoefeningen. Maar door die yoga-achtergrond en ook door heel veel lichaamswerk en door mijn reizen naar India toe, kijk ik toch naar veel breder vlak eigenlijk. He, zoals bijvoorbeeld wat we veel doen bij die longtherapie. Dat is bijvoorbeeld de voetmassage. Nou ja, als je kijkt naar de reflex, dan is de bal van de voet is de long. En dat werkt zo net als de acupressuur, de acupunctuur, de meridianen die door het lichaam lopen. En de uiteinden, de handen, het hoofd en de voeten, die kun je dus masseren. En dit is dus het longreflexpunt. Dat je dus die longen wat meer energie geeft. Dan vanuit mijn yoga-achtergrond gebruik ik nog wel veel yin-yoga. En dat is ook weer die meridianen, die energielijnen. Bijvoorbeeld zo loopt die vanaf de duim zo hier langs heen. En dan zo richting de longen en het hart. En mijn favoriete yin-yoga-houding, dat is eigenlijk deze. En die werkt meteen ook door voor de dikke darm. Dat je je voet zoveel mogelijk naar je toe haalt. En dan zo. En dan strek je dus die meridiaan. En dat je op deze manier die yin yoga houdingen hou je vrij lang aan. Tussen de 3 en de 5 minuten. En dat je die longmeridiaan strekt. Nou ja, dan hebben we natuurlijk de yoga houdingen. En ja, bij yoga geloof ik heel erg in bewustwording. Vroeger deed ik heel veel die oefeningen en dan ging het erom dat je die oefening goed deed. Maar nu dat je voelt wat er gebeurt, en deze vind ik heel mooi en die werkt ook heel krachtig door op de longen, dat je, of je nou in kleermakers zit of zoals ik zit, dat je kruislinks vasthoudt en je brengt je rechterhand achter je en dat je dan gewoon eens voelt hoe die linkerkant, hoe die ademt. Of je dat voelt uitzetten. En dat noem ik eigenlijk bewustwording. Ik geloof heel sterk in de kracht van bewustwording. Dat als jij iets voelt, iets bewust wordt, dat er vanzelf energie naartoe loopt. En dat het vanzelf een soort natuurlijke beweging krijgt. Of natuurlijke energie ontvangt. Nou ja, dan vanuit India, daar heb ik dingen geleerd die hier nog niet zo gewoon zijn. En dat zijn de mudra's. Je ziet ze wel eens bij die Boeddha-beelden. Maar ze werken ook weer door op dat energiesysteem. En een hele mooie voor de longen, dat is deze, dat je aan de linkerhand de duim, de ringvinger en de middelvinger hebt. En aan de rechterhand de duim, de wijsvinger en de middelvinger. En dat er zo op een bepaalde manier de energie stroomt. Waardoor je die longen dus ook sterk maakt. En gezonder. Dit mag je vrij lang doen. 2 of 3 keer 15 minuten op een dag. Nou ja, en dan heb je natuurlijk het bewust worden van de ademhaling. Heel veel mensen die ademen maar voor
30% dat ze die longen gebruiken, maar dat je die longcapaciteit meer gaat gebruiken. En dat noemen wij de volledige ademhaling. He, want je hebt een buikademhaling, een flankademhaling en een borstademhaling. Dus als je één hand op je buik neerlegt en de andere hand zo net onder je borst, en op de uitademing trek je je buik in, en op de inademing laat je die buik dik worden, dan trek je die adem door naar je flank en op het laatste in je borst. En op de uitademing voel je weer dat die drie ruimten weer krimpen. Borst, flank en buik. En zo gebruik je veel meer capaciteit. Van je longen. En dan ook weer vanuit India heb ik heel veel longmeditaties geleerd. En dat is het bewust worden in het hier en nu zijn bij de ademhaling. Dus dat je je bijvoorbeeld richt op de stilte, de rust, de ontspanning. Na de uitademing, voordat de inademing begint. Of dat je die adem volgt. En dat lijkt makkelijk, maar je zult zien dat dat nogal tegenvalt. Want voordat je het weet, gaan de gedachten weer naar de vakantie, misschien deze zomer. Of de dingen die je in de ochtend gedaan hebt, enzovoort. Nou ja, zo heb je een klein kijkje gekregen in die longtherapie. Een eerste les is gratis en je kunt je eens aanmelden, info@yogaberrydeventer.nl. En dan hebben we een intake en dan gaan we eens kijken hoe we jouw longen sterk kunnen houden of maken met deze longtherapie. Met een groet uit de Koekstad. Perfect.